Vrijdag 18 juni. Nog een uurtje en dan speelt Nederland zijn tweede wedstrijd tegen Australië. In Witte Vrouwenveld hebben we gekeken wie het gesteld is met de oranje koorts en wat ze dachten tot de finale het zou worden. Word je weer een halve Heren, helemaal klaar voor de zeker, allemaal. Gaat jij samen kijken? Ja, er komt nog een paar leuën. Ja. Ja, en binnen of buiten? Nee, binnen. Binnen. Bang voor de regen. Zou het gewoon regenen? Ja, het risico gaan we nu pakken. Wat gaat het vanaf een uur? Ik denk 4-0. 3-0. Danny, hoeveel gaan we vanavond? 1-0. Dus allemaal tof voor gewoon winnen. Ja, uiteraard. En komt dat door de goeie uitslag van vrijdag of wat je van tevoren al zo positief? Nee, dat komt door de goeie van vrijdag. Ja? Positief waren we niet van tevoren. Nee? Wat had je dan gedacht? Ik denk Spanje altijd winnen. In ieder geval dat ze even iets zouden rollen. Maar ja, had je gepoeld? Nee, vader niet gepoeld. Ik heb wel een wedstrijdje gepoeld. Ja. En had ik er twee goed en had ik één, denk ik, ja, die was van fout. Ja. Ja, maar WK is alleen maar verrassing. Ja, dat is zo. Maar nu dat je hebt gezien wie het gaat worden, of wie het geworden is, dus afgelopen vrijdag, wat denk je dat ze uiteindelijk gewoon maken? Ik hoop dat ze toch. De bal is rond, hè. Dat is wel handig, hè, joh. Met in de kwartfinale maken ze wel gewonnen. Kwartfinale? Kwartfinale, halve finale. Ja. Maar ja, ze kunnen drie wedstrijden goed spelen, en de vierde wedstrijd, papa, en daar hebben ze allemaal zware benen. Dat kan allemaal, hè. Ja. Ja, we hebben wel goed van. Nou, we gaan kijken of we voorspelling goed kunnen hier. Nou, okay. Ik hoop er van al. Veel plezier vanavond. Dank je, Gerard. Okay, ja. Helden van Oranje, om zijn daden en zijn doel. Priscilla, al klaar voor vanavond? Ja. Ja? Ja. Hoe ga je eens kijken? Heizo. Toes? Ja. En met een volle hoeskamer of met een schoon pap op de schallen? Ja. Ja. En hebben ze een idee wat er vanavond gaat gebeuren? 5-1. Alleen dat wel. En hoe denken ze tot Nederland gaat eindigen? Hoe bedoel je? Worden ze kampioen? Komen ze in de halve finale? Ze worden kampioen? Ja. Ja, dat is de niet de engste met, dus we komen een keer als ze niet. Ja. Samen zijn we sterk. Theo, helemaal klaar te veel voor vanavond? Nou, helemaal. We moeten nog afwachten. Maar ik bedoel, voor de wedstrijd zien we op zich wel klaar. Er hoeft niks speciaals meer om voorbereidingen te doen. Nee. Televisie moeten zetten, dat is het enige wat ik moet. Oh, lekker. En dan gaat je met je tweeën kijken of komen er meer leuke tuinen? Nee, mijn buren, mijn dochter met de kinderen. Rocky zou gelukkig ook nog komen. De overbuurvrouw zal misschien nog komen. Wat gezellig. Dus zitten we met een band die altijd niet in. En dan een hapje en een drankje? Alleen gaat het drinken, gaat keusjes of zo. Degene die gaat metnemen, dan knauwelen we weer eens op. Heel gezellig klinkt dat. Ja, ja. En wat denk je tot de vanavond gaat gebeuren? 3-0. Is dat naar aanleiding van de goeie uitslag van afgelopen vrijdag of had ze van tevoren al vertrouwen? Nee, ik heb er goed vertrouwen in. Ze moeten eigenlijk wel. Ze zien het dan in een staan verplicht. Uiteraard, vooral nu. Dat ze dus die wedstrijd hebben gewonnen van Spanje. En een wereldkampioen. En dan zo versloon. Ja, afdrukken, hè? Ja, tuurlijk. Heb je ook een idee hoe ze uiteindelijk in het toernooi gaan eindigen? De hoopste finale. Tegen wie? Duitsland. Al jaren ben je dan verkondigd. Duitsland. Ja, de angst keek nog. Ja, ik ben echt. Dat zou dus de wedstrijd gebeuren. Maar dan wel winnen. Uiteraard. Ja. Alhoewel, ik wel een tevoren oogstek. Als ze dus verdiend verleren, vind ik het ook niet erg. De tweede plaats worden. Ja. En ze dan ook gestreden hebben ervoor om het te doen. Met wil die tot ze een keer van die tweede plaats afkomen? Sowieso. Of sowieso een keer gebeurt. Want dat zien we eigenlijk gebeuren. Van Nederland. Oranje. Dat is het zuur. Ben ik helemaal met de gids. Dus en we willen een keer het kampioenschap. Of Europees of wereld. Maakt niks uit. Als we het een keer in Nederland hebben. Goed. Dan gaan we 1 minuut de boog in de koop.
Daar houden we van de kant. Kom voor terug om te kijken. Dat is de hoop. Wel plezier vanavond. Ja, dat zou wel leuk zijn. Hoe een klein land groot kan zijn, is dat niet prachtig? Oranje Erenbeintje. Ja. Wordt het vanavond nog meer oranje of blijft het erbij? Nee, dat blijft erbij. Dat blijft erbij. Die gaat die uitpakken, want het is een rood donder. Oh, wat jammer dat we dan te vroeg zien gekomen. Ja, ja. Dan komen we vandaan een keer voor terug. Wat gaat het vanavond gebeuren? Rijd nu. En was het dan al zo positief of is dat nou afgelopen vrijdag pas? Ja. Nou, de tweede helft ben ik positief voor. De eerste helft niet echt. Daar had ik vergeten. Oh. Dat gewoon mooi, ja. Ja, ja. Maar ja, nu is het niet erg goed. Wat denkt ze tot ze uiteindelijk gaan maken? Ik denk dat ze als ze willen. En ik denk dat ze toch wel tot ze daar wel kunnen komen. En het hopen we natuurlijk ook. En tegen wie? Tegen Duitsland. Ik huur heen, het vrouw valt niks anders dan Nederland-Duitsland. Ja, dan hoop ik dat ze winnen van die Prussen. Ja, van de Prussen winnen, ja. En als ze dan gewonnen hebben, is het hij dan goed feest? Ja, denk ik wel. Wat gaat je dan doen? Ja, hier op de straat, dat hebben we nu wel gedaan. Ja? Dadelijk wordt aan die kant daar de televisieboete gezet. Ja. Dan gaan we heen, de buurt zetten we staan omheen. Onder het genot van een hapje en een drankje. En dan bekijken we de wedstrijd. En met wie veel maanden ziet je dan? Met een man of 14. 14 tot 20 maanden. Gezellig. En dat hebben we vorige week vrijdag ook gedaan. Alleen toen waren we eigenlijk bang dat de politie zou komen. Maar ja, we zijn nog wel met. Ja, gelukkig. Het was toch 12 uur. Hè? Ja. Dat moet je zitten tot 3 uur. Gezellig. Nou, voor wensen ik heel veel plezier. Dank je. Dank alles je. Alles gewoon en wel diep plezier. Goed. Hier ook. De eerste helft. Voor wat alleen maar de eerste helft? Omdat ik kan trainen. Oh, dus de kind niet de ganse wedstrijd zien? Nee, ja. Jammer? Of het geval? Nee, echt. Nee, echt. Maar dat vindt ze wel leuk om te kijken. Ja. Wat denk je tot de vanavond gaat gebeuren? Moet dat niet daar? 3-1 of 2-1. Maar voor winnen in ieder geval? Ja. En weer over kampioen? Weet ik niet. Weet ze niet. Ja, ik vind die clubs het beste. En wij zien dat. Nederland en België. Heb ze daarom hem dan ook nog de beide vlag ophangen? Ja. Ja? Dus ze hebben twee keer kans om wereldkampioen te worden. Ja. Dat deed niet iedereen, hè? Ja. Nou, heel veel succes. Station Sillesens, schot nu. Die goal! De paai! Dat is de paai! Memphis de paai maakt hem. Hij krijgt die bal een meter of 3-4 buiten het strafschopgebied. Hij legt hem voor zijn rechterbeen en hij haalt uit. En die keeper kan er niet bij. Memphis Depay, Memphis Depay, Memphis Depay. Wat doe jij nou toch, jongen? Wat een geweldige invalbeurt. En zo staat het Nederlands elftal op 3-2. Wat zeuren we nou, Jim?